Vanochtend liep ik naar mijn auto toe en tot mijn grote schrik zat er ijs op mijn voorruit. En dat had ik niet verwacht, ik bedoel, het was wel voorspeld. Maar ja, ze zitten er meestal naast. Maar ik moest vandaag toch echt gaan krabben. Toen dacht ik, ja, dat krabben is nu rotwerk. Je staat in de kou, je handen worden koud, het neemt tijd in beslag. Dat moet sneller kunnen. En dat kan het wel degelijk. En de manier hoe je dat doet is hartstikke makkelijk. Je hebt er maar 2 ingrediënten voor nodig en daarmee maak je je eigen spray die je ruit meteen ontdooit. Wat heb je hiervoor nodig? Zoals ik al zei, heb je maar 2 ingrediënten nodig. En eentje weet ik zeker die je hebt, dat is namelijk wat water. En het andere ingrediënt wat je nodig hebt, dat is schoonmaakalcohol. En dat kan je gewoon met de kruidvat kopen, dat kost helemaal niet zoveel geld. Het voordeligste is om een grote fles te kopen. Vandaag waren die helaas op, dus ik doe het met 2 kleine flesjes. Maar dat maakt niet uit, want in de spuitfles die ik ga gebruiken, deze was toch maar 500 ml. Dus ik kom precies goed uit. Er zit nog een klein laagje in, dat laat ik er gewoon in zitten. Dat maakt niet uit, want ik ga het toch gebruiken op mijn autoruiten. De verhouding van deze spray is heel erg eenvoudig. We gaan hem voor 2/3 vullen met schoonmaakalcohol en de rest vullen we aan met water. Oké, ik heb hier de spray. Moet alleen nog even het spuitkopje erop zetten. En wat je als laatste nog eventjes moet doen, dat is even goed schudden. Zorg er wel voor dat het tuutje op uit staat, want je wil niet dat hij gaat lekken. Test het sowieso eventjes van tevoren of hij niet lekt. Dan moet ik helaas wachten tot morgen, want het vriest nu niet meer, het is nu gewoon boven nul. Maar morgenochtend zal er wel weer een laagje ijs op mijn voorruit staan en dan gaan we deze spray eventjes testen. Oké, goedemorgen, het is maandagochtend. Ik zie er misschien nog een beetje moe uit, dat ben ik ook nog wel. Maar het heeft gevroren inmiddels, we moesten even een paar dagen wachten. Maar nu is het zover, dus we kunnen eindelijk onze spray gaan uittesten. Oké. Nou, zoals je ziet is de auto bedekt onder een heel klein laagje ijs. Nou, we moesten even wachten tot het weer ging vriezen. Er heeft wel even wat tijd tussen gezeten. Maar gelukkig was het vandaag zover en hebben we dus de spray kunnen uitproberen. Het wordt alleen nog maar kouder, dus ik weet ook zeker dat ik hem vaker nodig ga hebben. En ik heb hem ook zeker in de auto laten liggen, omdat ik weet dat ik hem vaak ga gebruiken. Super makkelijk om te maken. De ingrediënten zijn hartstikke goedkoop. En het werkt hartstikke goed, zoals je zag. Het ijs ontdooide eigenlijk vrijwel meteen, binnen een paar seconden. Daarna ging ik nog even met de ruitenwisser eroverheen. Er bleef niks achter, geen ijs. Ik heb zelfs nog even tijd gehad om mensen te kijken die wel aan het krabben waren. Losers. Oké, ik raad dan ook echt iedereen aan dit uit te proberen. Maak die spray, leg hem in de auto en ik weet zeker dat jij nooit meer hoeft te krabben. Vond je deze video nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog en dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!